Ik krijg daar een dikke lul van, echt waar, om het even plat te zeggen. Als we de media mogen geloven, dan lijden Nederlanders massaal aan vliegschaamte, aan vleesschaamte, aan bezorgschaamte, aan babyschaamte en zelfs aan honden- en kattenschaamte. Goedemiddag, hallo. Ik ben Roel van de media. Ja, welke media? De media. Oh, de media. Heeft u vleesschaamte? Ik heb geen vleesschaamte. Jawel. Ja? Ja. Oh, zo prima dan. Eet u wel eens vlees? Soms. Echt? Ja. En daar komt u gewoon voor uit? Ja. Mag dat niet dan? Is dat ook al verboden in Nederland? Nou ja, ik weet niet of uw reputatie naar de galamuzie wil helpen, maar... Nee. U eet echt vlees? Ja. Geen tofu? Ik kijk verbaasd, maar nee. En hoe doet u dat met uw hondenschaamte? Praat u daar dan met iemand over? Nee, want ik heb geen hondenschaamte. Wij hebben voor niemand schaamte, hè? En vliegt u wel eens? Ja, regelmatig. Ja, en schaamt u zich dan kapot? Helemaal niet. Nee? Waarom zou ik me schamen? Nou, vanwege alle uitstoot. Ach. Meneer, er is zoveel in de wereld met uitstoot. Hoe zit het met uw vleesschaamte? Wat zeg je? Hoe zit het met uw vleesschaamte? Helemaal niet. En hoe gaat u dan om met die vliegschaamte? Meneer, daar wil ik helemaal niet eens over praten, want ik zit niet met vliegschaamte. Waar bent u naartoe gegaan? Spanje. Naar Spanje. En hoe bent u daar beland? Gewoon met het vliegtuig. Sorry? Met het vliegtuig. U bedoelt met de bus bedoelt u? Nee, met het vliegtuig. Met de trein? Nee, maar die andere, die met die vleugels. Maar hoe voelt die vliegschaamte dan? Waar voelt u dat? Laten we ophouden. Heeft u kinderen? Ja, heel veel. 3. En zijn die klimaatneutraal? Geen idee. Dit is leer. Heeft u geen leerschaamte? Nee, al lang niet. Nee? Nee, want ik heb... Leer is zo gemaakt van een dier ook, hè? Ja, maar ik heb dat ding toch zo gekocht. Hey, kom maar, ik kan overal wel... U durft hier gewoon mee over straat te lopen? Ik durf nog veel meer, joh. Ja, want ik durf ook gewoon nog vlees te eten als ik er zin in heb. En als je nog gekker wordt, ik durf zelfs nog biefstuk te eten als ik er zin in heb. Hey, fijne dag, hè? Wat we noemen de Zuid, dat is natuurlijk ook wel de snuifas. Ja. Merk je dat al? Nou, nee, eigenlijk helemaal niet, nee. Vooral niet binnen onze firm. Werkt u op de Zuidas? Ja, dat klopt. Lang al? 7 jaar. Want nou heeft de Zuidas natuurlijk ook de bijnaam de snuifas. Heeft u daar in de 7 jaar tijd wel eens iets van gemerkt? Nee, niks. Echt niet? Nee, is ook nieuw voor mij. Dit naam Zuidas, snuifas is nieuw voor u? Ja.